Mijn moeder wordt 50 jaar en it's gonna be lit. Trust me. Hi guys, fijn dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dus volgens mij is dit de meest broeia vlog dat ik ooit heb gepost. Ik had het zo druk en ik heb voor jullie proberen te filmen. Maar alles is gewoon heel snel. Maar goed, jullie mogen genieten van de beelden. Hier was ik geweest naar Pizza Hut. Ze hadden een paint day. En ja, ik heb Rui like zo lang niet gezien. Omdat ik het like druk heb. Maar ik dacht, ik maak tijd voor de vrij, you know. Because this girl is growing up very fast. Maar in ieder geval, goed nieuws. Als jullie willen meedoen aan zo'n paint day. Als ik die video op tijd upload, what I hope. Kunnen jullie meedoen? 8 juni heeft Pizza Hut weer zo'n paint day. Ik zag het op een page langskomen gisteren of vandaag. Ja, jullie mogen snel gaan naar Pizza Hut zo'n page. En dan gaan jullie registreren. Er is een link waar paint day staat. In ieder geval, die vrouw legde alles uit wat we gaan doen. Bla bla bla. Dit zijn de mensen die geregistreerd hadden. Dus ze legt uit van welke kant we gaan beginnen. Je moet gewoon registreren via die link. En je entry is gewoon een MyBox. Je betaalt gewoon voor je MyBox. En de rest krijg je alles gratis. En het is echt een leuke sfeer hoor. Voor jou en met je kinderen. Ik weet niet als het dit keertje samen moet. Maar breng je kinderen. Het is gewoon echt een hele leuke activiteit. In ieder geval, dat was ik met Jill. Rui gaan doen. Ik ga jullie straks vertellen wat allemaal hier gebeurt. Want ik was volgens mij een beetje laat of zo. But ik ga jullie straks vertellen wanneer ik meer ruimte heb om te praten. Want nu gaan we like letterlijk beginnen, oké? Wanneer ik praat over guys, ik had het druk. Ik heb niet geëdit en dat. In deze vlog gaan jullie letterlijk zien hoe druk ik het had de afgelopen tijd. En er is nog veel meer daarachter. Maar along the way gaan jullie gewoon alles begrijpen en snappen. Maar ik had het gewoon echt heel verschrikkelijk druk. Maar natuurlijk heb ik voor jullie gefilmd. Dus jullie mogen blijven genieten van deze video's. Af en toe waar ik niet had gesproken ga ik voor jullie inspreken. Zodat jullie kunnen begrijpen wat er gebeurt, you know. Dus ik zou zeggen, enjoy the video en stay tuned for more. Cause ja. Yeah. Hij drukt op Zagba. Hi guys. How are you guys? Ik had jullie niet meegenomen om te versieren waar ik nu ben. Maar ik heb hier versierd. Ik ga jullie even wijzen hoe het eruit ziet. Dan ga ik jullie meer erover vertellen. Dit is over aan versieren. Ja. En het is like the next day. Lekker hier weer het water. Ik was letterlijk na paint day met Rui gaan versieren, samen met Rui. En dit zijn gewoon beelden van moederdag. Ik had een moederdag surprise voor de mensen die me volgen op Facebook en TikTok weten er alles over. Omdat ik het daar dan eerder heb gepost. Maar ik had ook even voor jullie gefilmd, zodat jullie ook op de hoogte zijn. Maar het was echt een super leuke moederdag. Ik heb Jill haar pakketje binnen. Ik ben in de auto omdat ik Jill haar pakketje ben gaan ophalen. En het is een pakketje. Het zijn eigenlijk dingen wat ik zelf verder had besteld via Houdiano. En ja, mijn bestelling is binnen. Dus dat was ik even gaan ophalen. Ik denk dat ik jullie thuis ga wijzen wat ik heb gehaald. Zo niet, kan ik het ook gewoon zeggen. Ik heb... Ze is by the way in de auto. En ze voelt zich niet zo lekker. Omdat los van de tandjes dat ze al heeft, krijgt ze... Oh my god, je kan niet hier rijden. Ik ben vergeten dat die brug is afgesloten, guys. Dan moet ik nu een omweg gaan maken. Is echt vervelend. Zie je, hier zijn ze bezig te werken aan die brug. Baby, mama kom. Mama kom bij je. Hi. Jill krijgt extra tandjes, los van de tandjes dat ze al heeft. Dus ze is
een beetje njom. Maar het komt allemaal goed. Ze heeft zoveel kleren gekregen van jullie en ze krijgt nog steeds zoveel kleren. Maar die kleren zijn alleen pakjes en weet je, broeken en zulke dingen. Maar om te slapen heb ik dan slaappakjes voor haar besteld. Want ze slaapt met lange mouw en dat soort tori vanwege die koele breeze daar. Dus die pakjes heb ik dan voor haar besteld. Want my girl is growing. En heb ik rompertjes voor haar besteld. Want ze krijgt geen rompertjes. Ze krijgt meer broek. Nou maar zeggen, ze krijgt wel rompertjes. Maar ze krijgt modderrompertjes. Met kant. Ze krijgt modderrompertjes met kant. En met een... You know, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Oh, je mag niet zo rijden. Daarom is het zo moeilijk hier. Ja, ik heb omgereden, dus ik kom nu van, ik ga nu over deze brug. In ieder geval, wat ik probeer uit te leggen is dat ze meer uitgangskleding van jullie krijgen als cadeautjes. Dus heb ik rompertjes voor haar besteld, gewoon om thuis aan te trekken en zulke dingetjes. En er slaappakjes heb ik besteld. Ook heb ik nieuwe flesjes besteld. Omdat ze die first kit had ik van haar besteld. Een setje van first kit met nummer 1 tuitjes en nummer 2. Maar ze heeft nu nummer 3 nodig. Dus heb ik een ander set flesjes voor haar besteld. Jill is gewend aan de flesjes van Dr. Brown. Dus die flesjes gebruikt ze. En die flesjes zijn hier duur. Dus heb ik ze laten halen. Ik wilde eigenlijk gewoon een tuit kopen. Maar ze verkopen een set van 2 tuitjes. 300 SRE. Dan heb ik gewoon een set van 6 besteld voor $9. Dus minder dan 300 SRE. Dat is het verschil. Dus vandaar dat ik het heb laten halen verder. Heb ik nieuwe dekentjes verder besteld. Want ja, she gotta have cute ones. Ik heb nu groene besteld. Want ik had more in de pink. Dus ook heb ik de rompertjes in een soort van groene vibe besteld. Met groene bloemen en groene. Weet je, een beetje groenig. Dus het thema van nu wat ik heb besteld is meer groene dingetjes. En groene dekentjes. En ja, dat is zo'n beetje wat ik me zo kan herinneren dat ik heb besteld. Als er meer is, dan zien jullie het misschien straks. Maar voor nu rij ik even om mijn nichtje op te halen. Want mijn nichtje is al van school. En vandaag wil ik mijn ramen schoonmaken. Dus heb ik mijn nichtje gevraagd om me te helpen. Dus eenmaal ik mijn nichtje ga halen. En ik vandaag met zoutvlees wil koken. Denk ik, dan ga ik ook even snel zoutvlees halen. En dan ga ik mijn nichtje halen. En dan gaan we naar huis. Dan ga ik koken. En daarna gaan we een beetje meer naar de middag toe. Mijn ramen schoonmaken. Yes. Dus dat is het voor vandaag. We gaan nu even mijn nichtje halen. Maar dat moest ik even met jullie delen, ja? Ik denk dat dit meer naar de middag toe was. Dat ik even alles eruit haalde om zelf te kijken. En natuurlijk was Jill erbij. Want Jill houdt van het geluid van plastic. Dus als ze plastic hoort, dan wil ze al en mee spelen en dat soort dingetjes. Maar hier zie je wat ik bedoelde. Volgens mij is het 6 en ik zei 9. Maar in ieder geval is meer dan 2 voor goedkoper. Dit zijn de flesjes. Ja, ik denk dat ik verder in de video een gedetailleerde unpacking doe met jullie hoor. Want dit was gewoon even snel wezen wat er allemaal in zat. En volgens mij had ik alles genoemd, want het is weer niet zo'n grote doos. Dus dit is alles wat erin zat. Ik ben thuis, nu weer. Het regent, ik ga slapen. Ik moet koken. Ik heb al zoutvlees en zo gezet om uit te koken. Dus ik ga half uur koken en half uur slapen. Die mensen zijn intussen ook thuis. Mijn nichtje is hier. Ze is ook gaan liggen in de andere kamer.
Dus we gaan allemaal even liggen, maar ik ga liggen en koken in de tussentijd. Ik neem jullie mee over straat. Damon en ik gaan een paar zaken regelen en we nemen jullie ook erbij mee. Ja, voor de rest, stay tuned, let's go! Damon is even uitgestapt om iets te informeren in een shop. Dus ik dacht, ik spreek jullie even. Dus guys, ik ben vanmorgen opgestaan. Ik heb Jill de tas ingepakt met kleding en pampers en zo. En daarna ben ik samen met haar gaan baden. Want tegenwoordig bad ik er in de badkamer. Nog steeds in haar bekken en zo, maar dan in de badkamer. Want als ze in bad is, staat ze op. En als ik er op tafel zet of zo, omdat ik wil staan in haar baden, dan vind ik het een beetje gevaarlijk, you know. Dus zet ik het nu gewoon op de grond. In de badkamer zet ik er bekken, vul ik het en dan baden we samen, you know? Dus ik baad en zij baad en something. Wanneer ik poets, wat heb je laten vallen? Ze zit even op haar vaderstoel, omdat hij is uitgestapt. In ieder geval, ja, dan baad ik er in de badkamer en zo. Dus tijdens wij in bad waren, heeft Damon de bottle ready gemaakt. Want dan na baden, dan kleed ik er aan en dan gaat ze eten. Dus dat is ook zo verlopen. En Ivor, ik word gebeld. Die mensen van mijn call hebben me helemaal bezig gehouden. Waardoor Damon nu klaar is en we nu weer gaan rijden. Dus ik vervolg mijn gesprek zo meteen. Ja, we gaan even verder. En na het baden ben ik Jill dan gaan aankleden. Ik heb haar eten gegeven en toen merkte ik dat ze gelijk wilde slapen. Dus zat ik even met haar zodat ze kon slapen. En guys, weet je wat ik zo top vind aan Damon? Hij onderneemt acties. Hij zit niet gewoon te wachten van jij moet doen wanneer ik klaar ben, gaan we weg. Nee, hij ziet van oké, als we weggaan, doet ze dit, doet ze dat. En dan doet hij het. Dus toen ik klaar was, hij kwam in de kamer en toen zag hij dat ze sliep. Toen zei hij oké, gaan we er gelijk naar de auto brengen en zo. Zeg ik, ja, breng de buggy en zo, laten we erin zetten. Dus toen we er hadden gezet, dacht ik oké, nu ga ik dan de voeding ready zetten. Want dan de tas met kleding had ik al gedaan, ga ik nu er een eten en zo zetten. Loop ik naar de keuken, zie ik dit. Hij heeft alles al ready gezet. Van de waterfles naar de drinkfles. Naar de warm water heeft hij ook al gekookt en in de thermos gezet. Hij heeft die organizers aangezet met melk dat nodig is. En heeft hij die blikken melk ook gezet om mee te nemen als backup in geval we lang op straat zijn. En ze die drie al heeft vergeten. Dus ik was like, zang! En dan zag ik hem buiten dit doen. Ja, hij was die auto aan het checken, you know, water en dat soort dingen. Dus ik was like, ik moest alleen mijn haar gaan doen en zo. Want dan was ik ook al gekleed. Moest ik alleen mijn haar doen en toen zei hij, gaan we weg. Was ik like, hij heeft het al gefixt. Ik vind dat echt super. Guys, als vrouwen hun mannen drijven om hier naar te kijken, dan praat ik tot jullie. Help je vrouw. Er is geen vrouwenwerk en mannenwerk. Er zijn bepaalde dingen dat vrouwen doen en jullie het besparen niet te doen. Maar dat wil niet zeggen dat jullie het niet kunnen. Als je een keertje kan helpen, help gewoon en zo. By the way, ik voel me niet lekker. Ik ben ziek. Kijk. Ik ga even tabletten slikken, want mijn idee had me. Ik heb een soort van griep en ik denk dat ik dat geef aan mijn kind, want ze is ook een beetje... Maar ze is ook aan het baden, dus ja, ik ga haar water drinken.
kan echt geen tablet. Dat is lekker. In ieder geval, mannen, help je vrouw around the house. Help vooral met de kinderen. Het is niet alleen een beetje minder voor haar om te doen. Maar je hebt ook een band met je kinderen. Je doet ook dingen voor je kinderen. Je gaat het zelf leuk vinden. Want trust me, Demi vindt het super leuk als hij een connectie kan maken met zijn kind. Als hij er kan begrijpen. Bijvoorbeeld, ik zit met haar en ze voelt zich niet zo lekker. Ik zeg, wat is er toen? En hij zegt bijvoorbeeld, zet haar om te liggen, dan geef je haar beeldje. Dan doe je dat. En zie je van, ze wil slapen. Zeg ik wist dat ze wilde slapen of zo. Weet je? Like, die man kent zijn kind ook. You know? En zo leren jullie elkaar dingen bijvoorbeeld van, wanneer ze zo doet, en, is er pamper natter of bijvoorbeeld zulke dingetjes. Like, is het echt leuk om te zien van, hey, hij heeft een connectie met haar. Hij weet dat. Hij, weet je? Hij vraagt ook van, wat heeft ze vandaag gedaan? Is ze afgegaan? En heb betrokkenheid. Dat is het gewoon. En ben hulpvaardig als man. Laat niet alles voor die vrouw. Niet omdat ze alles doet, moet je alles verder laten. Van, ja, zij wil dat doen. Nee, help gewoon. Doe normaal. Nee, dat bedoel ik niet. Ik weet dat jullie lief zijn, mannen. Maar ik geef het gewoon mee. In ieder geval. Ga Jill pakken, want ze voelt zich niet zo lekker. Ja, baby, mama komt. Dus het was de bedoeling dat ik jullie gisteren zou meenemen over straat en zo. Maar guys, ik was moe. De avond ervoor had ik zoveel gewerkt. Dus weet je wat ik deed in de auto? Ik sliep. Mijn kind en ik sliepen. Wanneer we ergens aankomen, word ik wakker. Ga ik doen wat ik doe. Van plek naar plek slaap ik weer. Like, ik was echt tired. Omdat ik echt gewerkt had daarvoor en zo. En ja, Jill voelde zich niet zo lekker. Dus door de avond heen werd ze ook wakker. Dus zodoende heb ik niet volledig en genoeg geslapen. Dus gisteren heb ik jullie niet meegenomen. But that is not a big problem. We gaan gewoon door. Goedemorgen. Het is ochtend. Ik kom snel van de groentemarkt. Dat is de groentemarkt waar ik ben gegaan. En Jill heeft watermeloen gekregen. Baby checking de meloen. Ze gaat genieten van de watermeloen. Dus dat is dat. Ik heb gehakt gekocht in Dagoblad. Ik ga gehaktballetjes maken vandaag. Met Dagoblad. Dus dat wordt het zo'n beetje qua eten voor ons vandaag. Laat me zien. We moeten later gaan werken. Maar ik denk niet dat ik jullie ga meenemen. Ik ga jullie bij spannendere dingen meenemen. Niet wanneer ik ga werken. Maar later moet ik gaan werken. Verder zien we wat de dag met zich meebrengt. Ik ga even snel koken. Want ik wil een beetje opruimen en zo. Misschien kleren wassen. Maar ik denk niet dat ik kleren ga wassen. Ik ga het skippen naar morgen. Ga ik niet kunnen. Zondag. Ik ga even kijken. Maar vandaag gaat het echt niet worden. Want ik wil naar een film kijken. In ieder geval. Ik ga koken en naar een film kijken. En bezig zijn met Jill. Totdat haar vader komt. En dan gaan we uit huis om te werken. Oh ja, wacht. Straks ga ik jullie wijzen wat ik verder heb besteld. Want ze begint die dingen aan te trekken. Ze heeft volgens mij 4 pakjes aangetrokken. 2 rompers en 2 slaapkleding, waarvan jullie zo net eentje hebben gezien. Dus wat nog over is, ga ik jullie wijzigen. Want de rest heeft ze gewoon aangetrokken. En ik ben er gewoon niet aan toegekomen om het eerder met jullie te delen. Guys, your girl is busy. Maar oké. Ik ben klaar met koken, guys. En ja, ik wacht nu op Damien. Weet je wat zo'n prettig gevoel is?
wanneer je gewoon bezig kan zijn, je dingen van het huis kan doen en je kind gewoon veilig is en niet huilt, maar gewoon kan spelen met zichzelf en met speelgoed natuurlijk. Maar ik bedoel, like, je kan je house chores gewoon doen around the house en je kind is veilig. Je hoeft niet te denken van, hey, weet je, af en toe piep je gewoon, maar niet van, want tegenwoordig is mijn dochter heel actief. Ze staat op, ze houdt dingen, ze staat, ze faalt en ik vind het niet leuk als ze faalt. Dus ik kan er niet meer op mijn bed zitten, denkende van ik zet kussens. Ze springt over die hele kussens om te gaan vallen. En dat is niet de bedoeling. Maar los van het feit dat ze werkelijk gewoon elke avond in haar eigen bed slaapt, is haar bed handig. Omdat ik haar daar kan zetten en weten voor nu dat ze niet eruit klimt om te vallen. En dat ze gewoon daar veilig is. Snap je? Ik hoef niet te denken, valt ze? Nee, ze valt niet. Het is hoog, you know? Dus ik kan er gewoon daar zetten, ze speelt. Ik heb net afgewassen, alles gedaan, gekookt, everything. Dus nu kan ik gewoon bij haar gaan en checken wat ze doet en wachten op haar vader om te komen. Dus haar bed is goed voor multiple reasons. Voor de mensen die denken van, moet ik een bed kopen, is het nodig, bla bla bla. Ik weet niet of het nodig is voor jou, maar ik zeg je wat het voor mij heeft gedaan. Mijn kind heeft vanaf baby in haar eigen bed geslapen. Niet like 1 week oud, dat niet, we gaan niet dramatisch doen. Ze heeft 2, 3 weken, misschien tot een maand, niet elke avond in haar bed geslapen. Wel, maar niet elke avond, want mijn schoonmoeder was bij ons. Dus mijn dochter was meer bij mijn schoonmoeder in de kamer en dat is met mijn schoonmoeder op bed. Sinds mijn schoonmoeder is vertrokken, toen was ze op vakantie naar Aruba, is mijn dochter in haar bed gaan slapen. En daar heeft ze geslapen. En het heeft vanaf toen gewerkt om haar te laten slapen in haar bed. En nu kunnen we haar bed ook gebruiken als haar safe space, haar playground voor nu. Dus een bed hebben voor je kind heeft voor ons wel gewerkt. En ze kan groeien met dit bed, want straks wordt het gewoon omgezet in een toddler bed. Dus niet dat het zo een babybedje blijft. Je kan dingen weghalen en anders zetten. En dan is het gewoon haar bed. Tot wanneer ze, I don't know hoe oud is, kan ze nog daarop liggen. Dus een bed hebben heeft voor ons wel gewerkt. En ja, ze heeft wel erin geslapen. Wij zetten er erin, dus ze slaapt wel erin. 'S middags, 's avonds, all the way, als ze moet slapen. Ze kan misschien op het bed bij ons in slaap vallen of 1 nacht bij ons slapen. It doesn't kill. Maar ze is gewend aan haar bed. Ze zoekt er ook zelf naar nu. Ze houdt van haar safe space. Ze houdt van haar own space. Look at my clothes. Ik ben thuis. Oké. Ja, ik ga zo meteen klaarmaken. Demi komt. We gaan eten. We gaan samen eten. Gaan we uit huis. Gaat Jill bij haar tante. En dan gaan we werken. We hebben vandaag een Iron Man decoratie. Dit zijn de spullen. We hebben Jill net gezet bij de tante, dus nu gaan we werken. Ja, ik wens jullie straks wat het is geworden. Dit is de banner dat we gemaakt hebben. Welkom to this 5th birthday. En dan gaan we hier naar binnen. Dit is de backdrop, guys. Ik weet duidelijk niet meer welke dag dit was, maar we waren ook gaan versieren. En dit zijn enkele beelden van hoe de versiering uitzag. Dit zijn ook enkele beelden van diezelfde dag. En dit is even ook van dezelfde dag. En ik heb mijn haar losgemaakt daarna. Lekker so much gebeurd. Maar goed. Mijn haar is los. I'm not gonna lie for you guys. Ik heb het zo druk dat ik de gelegenheid
niet krijg om te filmen voor jullie. Dus ik had mezelf beloofd dat ik deze maand echt flink zou werken. Ik bedoel, zou filmen. Maar dan heb ik een actie in mijn bedrijf. Met betrekking tot decor natuurlijk. En dat moet ook connect me. Dus ik werk. En de volgende dag, als ik niet moet werken, moet ik toch werken. Want dan moet ik gaan opruimen. En alhoewel jullie ervan houden om met me te gaan werken, vind ik het niet leuk om dat alleen met jullie te delen, you know? Like, life has cuter things to look at. Alleen ben ik nu even, zeg je toch, aan het werken en zo. Maar het gaat. Het gaat met me. Ik doe mijn best sowieso om, you know, meer te filmen en zo. Op dit moment ga ik ook op straat met mijn moeder. Of ben ik al op straat en ik wacht op mijn moeder. Omdat mijn moeder bijna jarig is. Dus we zijn all over the place with planning en dingetjes met betrekking tot haar verjaardag. We waren laatst over straat om kleren te kopen en zo. Dus ja, nu wacht ik op haar. Ze gaat spullen kopen om te koken of dingen wat ze gaat klaarmaken gaan we nu samen kopen en zo. Dus ja, neem ik jullie mee over straat. Dat wordt zo een mom granddaughter ding. En ze komt eraan. Ik zie dat daar achter. Lukawagi, lukawagi. Adoro, adoro. Zie je? Dat is op mijn parkeerplek. Mama, er is een auto achter je. Ah man, jouw titel is afro. Er is een auto achter je. Die auto was zo geduldig. Even naar mij. Je bent drinkbaar. Maar goed, ik weet niet waarom ze hier zo stopt. Like, girl, waar wil je parkeren? Oké, daar waar ze staat. What do you want? Wait. What's up? Ah, hij is zo achter het. Ik wou niet van die iemand eruit, dat zijn mensen in de kast. Hoe zei je dat? Ik heb een paar keer gelijk. Nou, dat is wel. Of je vindt dat te ver? Gaat hier. Mijn moeder wil voor die winkel parkeren, maar hier is spang met auto's en ze zegt dat ze gewoon gaat wachten. Totdat iemand eruit moet. Ik kan niet ver lopen. Terwijl mijn moeder zit te wachten dat de auto verplaatst, dan kijk ik kijken als ik hier aan een kant kan. Ik kan zo naast me toch. Vrouw, die serie. Mijn moeder heeft uiteindelijk precies naast me geparkeerd. We gaan nu naar binnen. Dat even op Gilderhoog gezet, want het moet. Dus binnen gaan we het eraf doen. Rapunzel. Ik heb al het belang. Mijn moeder zoekt naar items om kroketten te maken. Dus ik ga melk genomen, zoek groenten. Ze kijkt nu naar boter. Ik heb mijn auto toch moeten verplaatsen naar deze kant, omdat ze voorin van in bezig zijn de straattegels te vervangen en zo. Dus waar mijn auto stond, wilden ze dan niks doen. Dus dan moest ik die auto toch weer halen. Mijn moeder was wel net naast me geparkeerd, maar ze gaat eerst die blok van mij doen. Dus ja. Wanneer mijn moeder snel stoot. Wanneer we in safe area zijn. Want het ruikt.
ondertussen in de auto. Ik kom al van Lin. We hebben de spullen aangekocht dat we nodig hebben. En ik rijd nu. Het regent wel. Maar guys, ik heb mijn auto volgens mij 2 weken niet naar de garage gebracht. Zo net heb ik jullie al verteld hoe druk het is. Of hoe druk ik het heb. Dus ik heb helemaal geen ruimte om naar de car wash te gaan. Like, I need that car. So, right now, we gaan even wat pakken. Nee, laat me zeggen. Mijn moeder en ik gaan even wat pakken om te eten. En in de tussentijd kan ik die auto bij de car wash laten terwijl we gaan eten. Dan rijd ik met mijn moeder mee om te gaan eten. Dan gaan we nog een andere winkel pakken. En dan ga ik die auto ophalen. Want, guys, oh my god, no. Mijn moeder is aan de kant gegaan. Omdat er te veel auto's tussen ons waren. Dus nu komt ze weer op de weg. We are just crazy. Maar in ieder geval. Mijn moeder rijdt voor me richting de garage. Om die auto daar achter te laten. Ja. We zijn er. We zijn er. Guys, we zijn komen eten. Jill is ready om te bestellen. Hoor ik het wel goed? Oeps, de papier is gevallen. We gaan vandaag die kroonpizza proberen. We zijn bij pizza net aangekomen en Jill gaat lekker pap drinken. Oh, dankjewel. We kregen tafel, matjes erbij. Dank je, dank je, dank je. Onze tafel wordt gedekt, guys. Now order via WhatsApp. Daar moet Helene, mevrouwtje, drijfstoon zo goed. Eén voet buiten, één voet onder. Hi, Baya baby. I'm about to die, but okay, this is our food. Mijn telefoon is nu pas aan. Fresh and clean. Hey, focus op me, no? And my car is clean. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, guys. Vandaag is een leuke dag. We gaan meedoen aan een speurdag. We hebben meerdere keren meegedaan aan end of the year speurtocht. Maar vandaag doen we mee aan de familiespeurtocht. Dus zijn we met de familie. Ik ben met Damien en met Jelini. Gabi is met Mega en met Niala. Dus we zijn met 2 gezinnen in de auto. En we gaan gewoon samen ons best doen om die $800 te winnen. Hallo, hey, hoe is mijn dingen zo? Hey, ik ga het opnieuw doen. Good morning, nee, kijk. Hey, ik lach zo leuk. Nee, hij is gelijk wakker, Mika. Het is heel vroeg. Mijn kind wakker, maar. Hoe laat heb je me geappt? 6 uur. 6 uur. We zijn heel vroeg wakker. En we zijn hier om 7:30 aangekomen. Want we beginnen precies om 8 uur. Hi baby, tante is aan het vloggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze denkt, what's happening here? Baby, jij ook. Toen ik in slaap viel, was ik op mijn oma daar aan. Ja, laat me jullie Gabi wijzen. Goedemorgen. Helemaal sportief. Jawel, ja. Jullie ja, willen ja, daar ja niet zien hoor. En ik moet jullie dus ver buiten wijzen. Maar ik zit helemaal binnen, dus Gabi gaat jullie even brengen hoor. Die anderen zijn gaan registreren, die min en Mega. Dus Gabi gaat jullie even wijzen. Toch, Gabi? Ja. Want zo maar zeggen. Gabi gaat jullie wijzen. Gabi, Barike. Wanneer heb ik te stemmen? Oké, go.
Dit is de sfeer, guys. En die heren zijn binnen. Daar gaan registreren. De vorige keer had Abby een mail gehad met alle instructies, maar dit keer heeft ze niet gehad. Dus we weten niet. We weten niet hoe het zit met onze nummers. Want we hebben geen nummer gemaakt om te plakken op die auto. Dus laten we gewoon even raadsen. Ik zie die andere. Dus dan gaan we ze even vragen hoe het zit. Anders moeten we snel A4 kopen en een stift. En erop. Om op die auto's te plakken. Kijk die even. Mensen, we hebben geen nummer. Dus we moeten even improviseren hoe we dat gaan doen. We hebben een box mee gehad en wie had jullie even geweest wat allemaal in de box zit? Sondage, een tas. Maar is dit voor ons? Ja toch? Ze hebben maar 3 snacks gezet. Is dat voor ons? Ik denk het wel. Snacks, maar dat waren 3. Ze weten toch dat 4 mensen in deze auto zijn. Die gaat niet krijgen. Met alleen, voor de rest moeten we dan. Wat vind je dat die... Oké, dankjewel. Mensen hebben een lieve meneer gevonden die ons een stukje papier heeft gegeven waarop we ons nummer kunnen plakken. Schrijven. Want we hebben niet. We hebben niet van tevoren gehoord dat we een nummer moeten zetten. Ze hebben geen registratie. Hoe noem je dat ding? Geen instructie meer. Gestuurd. Maar goed, laten we kijken wat in de box moet. In onze treasure box, dus dit moeten we vullen, guys. On the road. Je kan ze kopen en je kan ze ophalen, volgens mij. We hebben suiker nodig, thee, pindakaas. Van Damien heeft geen manieren. Damien is groot stif en die man is groot. Ja, we hebben stif. Damien heeft geen manieren hoor. Van aan de snacks. De snacks zijn niet. Hoeveel snacks? Wat voor gedrag is dat? Minimaal 200 gram. Hoeveel gram is dat? Want alles met jou, want 2 gram. 18 gram maar. Dat is de dat. We moeten meer gaan kopen. 18 gram. 50 gram. Dan moeten we het ook toch gaan kopen. 18 gram. 36. Wat is dat? Wat voor gedrag is dat? Dan moeten we nog meer gaan kopen. Letten we voor. Straks wanneer we rijden. Jorini, je gaat vallen. Sondage hebben we gehad. Gele groene erwten, bruine bonen, olie. Dat is niet zo'n lange les. Ja, we kunnen het doen. Oké. We zijn nummer 39, guys. Check die outfit. Ga naar achteren, ga naar achteren. Is goed hoor. Oké dan. Ik ben nog niet. Zo was, zo was. Wat een sensatie. Baby. Okay. Jelene klimt uit haar stoeltje. Omdat ze nog niet gestrept is. Nee, ja, dat sliep. Ze is net wakker. Ik speel ook met jou. Baby. Goed met jou. Kom een schaar kopen. Een schaar? Ja, kopen. Oh, hebben we. Guys, hij is een schaar. Kom maar kopen bij ons. Kom maar kopen. Want we zijn in een winkel. Oh, we hebben niet. Fernandes Asturia, zeker is zeker. Familie Speurtog 2024. We zijn 39. Speciale instructies voor equip 1 tot en met 50. Oh, nu pas krijgen we dat. Oeps, meneer, laat het niet vallen. Wat is dit? Laat maar even lezen. Routeboek. Boy, dat is zo dik. Hoeveel is dat? Guys, ik ga even lezen, want dit... Het wordt spannend. Hallo. Wat vind je zo spannend? Dat je zo'n mooie smiley geven. Zijn deze nog opnieuw? Ik denk het, ja. Luister, we bezig zijn hier. Door te nemen. Zijn zij bezig daar creatief aan het zijn of zo?
Jullie weten wat ik bedoel. Anyways, we gaan door. De opdrachten. Creatief. Ja, zo zijn we maar 39. Mag ik zien wat jullie hebben gemaakt? Mag ik zien? Zang! Hey! Graffiti, graffiti. Improviseren. Deze combinatie van voorzieningen gaat gebruikt tot een centraal punt van bedrijvigheid en hulpverlening. Skuttel. Skuttel. Is dat volgen? Guys. Want roeder is deze is een speur toch? Het is zo moeilijk. Of laten we zeggen, ingewikkeld tot en met. Zo. En sowieso zijn we met die kinderen en ze liggen in hun autostoel, want nu slaapt Jill. Oh ja, ja, ja. Maar daarvoor sliep ze niet, dus ze wilde ook meekijken en zo. Kijk. Oké, nou moet je van dingen zien. Dus. Heb je iets gevonden? Guys, ik kwam even pippen om jullie te wijzen. Kijk bijvoorbeeld. Moana. En dan ga ik jullie zo meteen zeggen wat de vraag is. Dus guys, ik heb jullie zo meteen gewezen. Ik heb jullie zo net gewezen wat we hebben gezien. Wacht, dan moet ik naar kijken. Kochstraat, de boer. Sarah Thuis. Vereniging Officier. Zo Vos. Oh. En Nationale Bloedbank. Ja. Okay. Ik heb jullie zo net gewezen. Een foto gewezen van Moana. Lees die vraag voor ze op. Het zou een beeld hebben van wat het eigenlijk inhoudt. De vraag was: welke vogels kwam je hier tegen? Bij Cindy Spread Park. Ja. Donald, Roadrunner. Donald en Skuttel, Donald en Hehe. Hebben jullie Donald gevonden? Donald. Of hebben jullie Ali Hehe gevonden? Maar het feit dat je Hehe hebt gezien, één vraag alleen. Hehe, oké. En dan kan je daarmee je conclusie, is geen conclusie trekken, maar dan heb je een deel van je antwoord. Je moet overtuigd zijn. Yes. Ja, dat is het zo'n beetje. Dus nu, waar gaan we nu? Kochstraat is hier, op Bloedbank. Sarah's Clubhuis. Zoek dat huis en dan is dat aan, is de vraag welke social media kanalen kom je hier tegen? Hier is Kochstraat. Oké, dan gaan we nu in de Kochstraat en dan gaan we zoeken welke social media. Welke social media? Media kanalen kom je hier tegen? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Facebook en Twitter. Kijk daar, Facebook, Instagram. Zijn er alvast? En Sarah, hier is Sarah Clubhuis. Ja, daar hebben we het antwoord van deze vraag. Toevallig, maar omdat hun logo ook erop. Facebook is aan een optie en we hebben dat al gezien. En er is geen andere Facebook en dingen meer. Ze rijden door en we zien niets meer met social media. Dus we hebben dan gereden in de straat waar het clubhuis behoort te zijn. En hebben we de enigste logo's die we zijn tegengekomen daar in de straat zijn Instagram en Facebook. Oké, dan naar Vos. Oké, gaan we naar Vos. Daar is de vraag. Look back. Hori. En naar Bloedbank. Vos of Bloedbank? Oké, Bloedbank vraag is nummer 15. Waar kan men hier bankieren? Ben je dan moeten onderzoeken? Wat zijn die opties? Bloedbank, de Surinaamse Bank, Republic Bank, Hagrebank. Oké, dan moeten we kijken als we een logo zien van een van die banken, zo niet. Hoe heet dat weer? Republic Bank. Okay. Is toch bij je dingen? Voorin van je dingen? Laten we kijken. Ingang, het Surinaamse Rode Kruis met DSB logo. Oh, ja, DSB is het antwoord. Is het antwoord? Yes, sir. Dan moeten we nu naar Vos. Wat is die vraag van Vos? Wat is die vraag van 16 van Vos? Welke lichaamsdeel kom je hier tekenen? Tempo, in Sabi Boy. Zeg dan. Hi guys.
Oké, dus dan gaan we nu naar het antwoord zoeken van die vraag bij Vos. Van Vos. Next. Hier, ready, ba. Ik heb een antwoord dit ding. Nee, maar we beginnen lukken trouwen toch? Ja, maar trouwens, maar ik heb beginnen lukken trouwen. Dat is maar die nou. Maar van Vos, want de andere kant is ook Vos toch? De zijstraat van Rode Kruis. Nee, dat is geen Vos. Hier is Vos. Oh, hier links. Oh, dan moeten we kijken. Wat is voor hoofdkwartier? Hoofd. Nationaal Leger hoofdkwartier. Hoofd is toch een lichaamsdeel? Ja. Maar we kunnen in Vos gaan op de kinder. Nee. Kom, laten we gaan. Just to be sure. Maar we hebben goed. Oh, niets is gebeurd. Welk lichaamdeel kom je? Hier tegen. Laten we die regels lezen, hè? Op die regels dan zo niet. Maar daar staat letterlijk, staat er geen. Oké. Beachvolleybalveld. Is geen lichaamsdeel. Nou, maar hier is king. Druk. Ga een beetje slapen, hè, net als Jolene. Voor deze race zul je een team van 2 personen moeten vormen in een spannende estafettewedstrijd. Bereid je voor om veel plezier en misschien een beetje geknoeid. Is een B. Dit is een 1, toch? 1 is Sneeuwwitje. B. 1 is B. We gaan geen vragen, laten we gewoon B. Oké. En wat moet je doen? Een prijsje, hè? Nee, je moet het kleuren. Helemaal kleuren? Ja. Oké. Okay. Ja. Uh-huh. Alle routes, A, B, C, D, E, F, G. 3 is Anna C. Kijk het hier. Okay. Wat is dat is C. Guys, ik heb dit gescand en het heeft ons naar deze omgeving gestuurd. De eerste vraag is, welk jaartal komt niet voor op het standbeeld van Lachman? Dus we gaan even checken. Dit. Dat klopt. Oké. Locatie scannen. Gabi gaat even daar om te scannen. Want ze hebben codes gezet. Look at the text. Ik ga er vanuit Burger King. Als dat het echt is, dan kan ik echt niet met je poezen ogen. Waar staat er? Nog ja, dat staat er bij de ingang. Dan gaan we ook googelen vanaf sinds weet ik veel. Ga je het zeker krijgen. Waar staat er? Ah, dat is Kerkplein zelf. Oké, is er bij de ingang hier een ding? Ingang waarvan? Wat is die vraag? Wat is aan de overkant verboden? Dat is aan de overkant van de. Die eerste vraag heeft me geleid naar hier. Uh-huh. Deze vraag heeft me geleid naar Kerkplein. En bij Kerkplein, welk fastfood kan je hieruit zien? Burger King. Uh-huh. Is er bij Burger King een scan? We moeten een scan hebben om onze tweede, om onze volgende plek te vinden, toch? Ze wenken er. Die mensen spelen fufuru. Die man zegt me voor, hij wees me iets aan die. Ja, doe pas een keer wat je ook doet. Kijk het daar. Ga scannen. Wacht, ze zien het niet, hè. FAR. FAR. FAR, welke fase? Master of the FAR for higher education.
FHR Instituut voor. Geef me deze. Bij de bank is er eentje, dat is die master. Moeten we naar die? Ja, waarom moeten we checken? Wat wil je misgaan? Beetje water. Hij weet wat hij uithaalde. Heb je maar een tikwa solo? We zijn bezig met onze laatste. We hebben nog een kwartier. We zijn bezig met onze laatste opdracht. En dan moeten we gaan finishen bij BOC. Maar we zijn bij FR. Hoeveel vragen hebben we naar FR nog? Hier is niet voor higher education. Hier is voor bachelor. Hier is voor master. Dit is higher, toch? Hier heeft het me gelinkt. Ik heb gewoon die dingen gedrukt en het heeft me naar hier. Zijn kant heeft ook ingang, toch? Daar is de ingang eigenlijk. Ja, andere straat. Maar die hebben ook geen verjaardag, toch? Nee. Maar de vraag is... Want we moeten sowieso ook een QR-code vinden. Ja, staat er bij de ingang. Ja, toch, de ingang is daar. En dan moeten we ook een code vinden, klopt. Nee, ora. Hier moet het zijn. Hier of daar? Hier is ook FHR. Bruine Poort. Ja. Gabi, rennen, we hebben geen tijd. Look in. Gewoon high picture, hoor. Scannen. Ingang gaan we vinden. Los van het feit dat we Omin aan het ontspannen waren, moesten Damien en ik natuurlijk onze duties doen. We hadden de dag ervoor versierd bij Shimin, dus we moesten daar terug om opdruimen. Dus ja, hebben we dat gedaan en hebben we ervoor gekozen om daar te eten. Dus ja, let's go. Dus de finish was bij POC en je kan daar ook voeding halen en zulke dingetjes. Maar guys, daar is warm. Daar is warm, dat is echt warm. En gisteren hebben we versierd bij Shimin, dus we moesten naar hier komen om op te ruimen. Dus we zijn naar hier gekomen, maar ik met die mensen had afgestemd dat ik rond 1 uur zou opruimen. En ik was 5 voor 1 hier, ik heb al opgeruimd. Dus uiteindelijk dachten we, eenmaal we helemaal bij Shimin zijn, dan gaan we ook gewoon gelijk hier eten. Zie? Dus dan gaan we voeding halen en dan gaan we straks terug. Want vandaag willen we wel horen wat, hoe moet ik het zeggen, ze gaan een uitslag bekendmaken en aangeven wat de juiste antwoorden zijn. En we willen weten wat we hebben uitgehaald vandaag. En we hebben de uitslag gemist. Die man had de verkeerde tijd aan ons doorgegeven. Want toen we aankwamen, waren ze bezig met de laatste route. Jammer. Dus guys,
How do I start this? Ik ben zo druk bezig dat ik de ruimte niet krijg om te editen. En ook niet om te filmen. Ik film wel, maar dan is het echt korte dingetjes. Dus volgende maand ga ik het niet zo druk hebben. Maar deze maand is echt een hele drukke maand voor me. Mijn moeder is precies aan het begin van de volgende maand jarig. Dus er is een heleboel gaande qua voorbereiding en zo. En ik ben aan het versieren en ik ben aan dingetjes fixen. Dus ik ben letterlijk constant bezig. En heb ik geen ruimte om te filmen en te editen. Maar ik maak het goed met jullie volgende maand. Ik weet niet eens als deze video volgende maand komt. Ja man, want ik heb weinig dagen over en alle dagen zijn al geblokt. Vandaag moet ik werken, morgen moet ik weer werken, zaterdag moet ik weer werken, op mijn moedersjaardag moet ik weer werken. En zaterdag is al 1 juni. En mijn moedersjaardag is al 2 juni. Like, pas na mijn moedersjaardag heb ik ruimte om te editen. Ja. Gisteren was ik snel naar de dokter met spoed, want mijn oog was geïrriteerd. En ik heb oogdruppel gehad, dus nu is het minder rood. Like, ik ben vermoeid. You know, your girl needs some rest. Maar volgende maand is like een rustige maand. Like, ze gaan nog even hard blokken voor deze maand. En dan volgende maand gaan we even op adem komen. En dan gaan we lekker weer filmen. Lekker weer ontspannen dingetjes doen. Want guys, jullie gaan het niet eens leuk vinden. Misschien wel dingetjes met betrekking tot mijn moedersjaardag voorbereiding en zo. Dat is super lit en leuk. Meisje. Guys, ik ga even werken. Guys, ga even voorbereiden om te werken. Guys, ga even inkopen doen om te werken. Guys. Broke versie. Ik werk. Laat me even uitstappen. Want mijn man wil brood. Ik was zo net even rode kip. Gerookte rode vlees gaan kopen en geklede kousenbaan. Gewoon om snel te doen. Maar het is 11:30. Ik moet snel gaan koken. Zodat we vanaf 2:00, 2:30 uit huis kunnen om te werken. Ik moet 3 plekken zijn vandaag, maar niet allemaal zijn backdrop hoor. Eentje is wel een groot feestje. En de rest zijn lieveringen, maar ze zijn ver van elkaar. Dus, laat me snel brood gaan kopen, zodat die mijn afwas iets kan eten. Terwijl ik ga koken. Ja? Ik ben op straat, ik ben bezig, ik heb het druk. Maar hierna maak ik het goed. Hoor pas in Sinagami. En I see y'all when I see y'all. Ik weet niet als ik mijn moedersjaardag hierbij ga plakken of dat ik dat apart ga doen. Want guys, mijn moeder wordt 50 jaar en it's gonna be lit. Trust me. Dat was het voor deze video, guys. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je genoten hebt van deze video, vergeet het niet te liken, comment en subscribe. Alles wat ik zou zeggen is, mis me niet. Bye!